Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken vrijdag Zoetermeer in Den Haag als onderdeel van hun koningstour. In Zoetermeer bewonderen ze een speciale iPad act en zingt musicalster René van Koten een lied voor het paar. In Den Haag gaan de autoalarmen af door een Chinese 100.000-klapper. Op de A13 botsen vrijdagmiddag twee vrachtwagens op elkaar bij het Kleinpolderplein. De weg wordt daardoor volledig afgesloten. Door de afsluiting moet het koningspaar dat op weg is naar Zoetermeer omrijden. Alphense Boys legt zich neer bij degradatie naar de eerste klasse. De club krijgt die straf van de KNVB voor een vechtpartij bij het duel tegen Haaglandia. Twee mensen raakten daarbij gewond. De politie heeft inmiddels 10 verdachten op het oog. De Haagse gemeenteraad heeft ruim 500 vragen gesteld over het nieuwe cultuurpaleis. Ze willen extra uitleg over het plan voor het cultuurpaleis dat vorige week is gepresenteerd. In het cultuurpaleis komen het residentieorkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Maandag moeten de vragen al zijn beantwoord. Half juli neemt de raad een besluit.